Goedendag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de FIFA 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Frankrijk, ronde nummer 8 van het kampioenschap en aflevering 30. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik die eerst even terugkrijgen voordat je deze gaat zien. Wil je meer afleveringen zien van de FIFA 2019 Career Mode? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles uit en enkele bediening van mij mis. We gaan dus verder in Frankrijk. Voor het eerst trouwens dat ik deze aflevering nu in de Career Mode doe. Want de vorige keer was er iets niet goed gegaan in seizoen 1, waardoor ik Frankrijk niet heb kunnen opnemen. Ja, twee upgrades van de Aerodynamica, oftewel de Downforce. Dus dat moet ons goed liggen. We staan gelijk met Max en we winnen ten opzichte van ons team, hij is nu bij Hulkenberg. En ook een update aan het circuit, want we hebben een nieuwe pit-ingang. Maar dat gaan we allemaal zien in de kwalificatie. Welcome to qualifying for this weekend's French Grand Prix. The teams are making their last minute adjustments before the lights go green and the fight for pole position gets underway. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. Nou, we zijn dus aanbeland bij de auto voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk. Ja, wat ik dus net al zei, met de nieuwe pitstraat, want de oude is dus weggehaald. Ja, en ik ben benieuwd of die mij dus bevalt. Ja, hier zat dus normaal aan de rechterkant, zat eigenlijk normaal de pit-ingang. Die is er dus nu niet. Dus dat wordt even zoeken naar ons. De pitstraat dus voor ons. We zijn inmiddels aanbeland bij onze eerste ronde in Q1. Die soepel verloopt. Hij verloopt soepeltjes. Geen blokkerende wielen, dus dat is altijd goed. Onze baan moet dit... onze baan, zo noem ik het, want de auto ligt gewoon heel erg goed. Kijk maar, want Verstappen heeft een 1.32.0 laten noteren. Onszelf naar een 1.32.9. Op 18e, maar dat geeft niks, want in Q, we kunnen de tweede in Q1 doen. Dan gaan we weer gelijk uit. Ja, onze baan dus, want in de vrije training was ik ook al heel erg snel. Dus dit moet ons een goed gevoel geven voor de rest van de delen van de kwalificatie. Maar ik kijk dus even naar de lucht. En die is in één keer een stuk donkerder geworden aan het einde van Q1. Dus misschien krijgen we regen aan het einde van, of aan het begin van Q2, terwijl Hulkenberg hier Magnussen bedoel ik, wel Magnussen hier een klein beetje langzaam rijdt. Dan moet hier een beetje van mijn gas af en dat kan ons misschien wat nadeel gaan geven op het lange rechterstuk. Zijn Magnussen inmiddels gepasseerd en onze laatste run in Q1 is dus onofficieel ingegaan. En kijk, we zijn alweer bij bijna bij zijn finish. Paars en paars in sector 1 en 2. Dat is goed, een beetje wijd, maar dat is niet erg. En dat is P1. Een super resultaat hier aan het begin van de kwalificatie. Moeten we hopen dat we dit kunnen vasthouden voor de rest van de kwalificaties. Nou, Q1. Bottas op een 10e gezet. En Russell naar ook een 10e gezet. Verstappen erachter ook een 10e. Dus we zitten erg dicht bij elkaar. En gewoon de top 13 binnen een seconde van elkaar. Ongelooflijk. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. Inmiddels voor onze allereerste noterende ronde hier in Q2. Terwijl Magnussen met een 1.34.4 op dit moment de snelste race ronde. Ja, de pole position voor Q3 heeft vastgezet. Bottas verbetert die met een 1.32.6. Heel erg snel, maar het is ook een top 10. En dan gaan we kijken wat wij dus gaan noteren hier in Frankrijk. Ons aanbeland bij start-finish. We stappen naar een 1.31
8 onszelf naar een 1.32.6 op 18e van de Nederlander. Zitten wij heel ver naast. Ik heb hier dus nog een extra band voor. Wat ik ook kan doen is deze band sparen. Op 18e, dat lijkt niet zoveel. Maar wat ik net zei, de complete top 13 zat gewoon binnen een seconde van elkaar. Terwijl Stroll hier dus langzaam rijdt. Stroll zit hier mij een beetje in de weg. En hopelijk dat dit niet voor de rest van Q2 ook zo gaat worden. Mijn teamgenootje is in Q3. En Stroll rijdt hier onnodig langzaam. Kan gewoon doorrijden, maar wil ruimte hebben. Kijk hier ook weer, hè. Gewoon in zijn 3 neemt hij die bocht. Moeten we hier gaan liften? We kunnen hier dan in de DRS-zone komen van Stroll. Gebruik ook. En we gaan er eenvoudig voorbij. Inmiddels 5 start-finish opgekomen voor onze laatste run in Q2. En het belooft nog wat, hoop ik. Kijk maar, want we zitten gelijk in het groen. P7 op dit moment. P7. Magnussen voor ons. Paas in sector 1. Dat belooft heel veel goed. 2 tienden sneller dan Lucas Weber. Komen hier in de DRS-zone. En inmiddels over start finish heen gekomen. Paas sector 1 en 2. En onze tijd is de snelste van Q2. En dit belooft veel voor Q3. Kijk maar, een tiende sneller dan Lucas Weber. En Hülkenberg is door naar Q3. Super resultaat van mijn teamgenoot. En dan gaan we nu kijken wat dus Q3 op gaat leveren. Perez, Gasly, Stroll en Butler niet. We zijn inmiddels aanland bij Q3. Ja, voor een spectaculaire kwalificatie. Want de lucht is grijzer en grijzer geworden. Dus ik denk, ik ga er maar vroeg uit. Daarom dus, Jeff beantwoordt al gelijk mijn stelling. Er komt regen aan, very soon, oftewel er komt heel snel regen aan. Inmiddels over start finish voor onze eerste noterende ronde en misschien wel laatste noterende ronde in Q3. Want er komt regen aan en ik denk niet dat ik dat mijn ronde daarin ga zetten. Dus dit wordt een alles of niets run hier in Frankrijk voor Q3. Bochten nemen we goed, hoop ik. Ja, die nemen we goed. Sector 1 is snel. We komen inmiddels over dit punt. Richting start finish. Het begint al wat te miezeren. Weet met een 1.32.2. Onszelf met een 1.32.3. Op een tiende. En nu zet Weber ons op een tiende. En kijk eens naar de baan. Druppels, druppels, druppels. Dit gaan we niet redden. Wij zijn snel in sector 1, maar Weber laat het. Die laat het gewoon zijn spierballen zien in sector 2 en 3. En ik denk niet dat wij verder gaan. Nee, dus wij verliezen de stapel om Weber op een tiende. We stappen naar 3, Vettel naar 4 en Hülkenberg naar 9. Nou, super. Alweer een 1-2'tje voor onszelf en ons oude team, Lucas Weber. Ja, ik ben super blij, Claire. Dat klopt. Ja. Ik had liever pole gehad, maar het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Lucas was on fire in qualifying today. Ja, dat klopt. Zijn auto was gewoon beter. En ik kon er eigenlijk vrij weinig aan doen. De Williams is ook een topauto en wij moeten dus richting de Williams gaan klimmen. De reputatie is wat gestegen dankzij deze vraag. It must be a great feeling to be on the front of the grid with Lucas. Ja, zeker. Lucas is een uitstekende kerel die kan hard rijden. Dat heb ik al gezien in Canada. Ik ben benieuwd. Appreciate your time. Nou, dankjewel, Claire. De resultaten in Le Castellet. We staan gelijk met Hülkenberg. We winnen ten opzichte van Verstappen. De resource points. En hopelijk wat veel. Dan 20 in session en 557 overal. Reputatie is flink gestegen bij de teams. Veteran en sportsmanship. Alright, I think we can call that a successful qualifying.
We should be in with a good chance. Nou, dankjewel, Jeff. En ja, we gaan dus ook zien of we het kunnen waarmaken wat Jeff zei. We gaan er zo naar de race. We return from across the Atlantic for the 2019 French Grand Prix. Reintroduced to the Formula One calendar just last year after an absence of almost three decades. The circuit Paul Ricard, where racing legends such as Alain Prost gave us some turn one excitement before Valtteri Bottas and Sebastian Vettel and a commanding victory from Lewis Hamilton gave us a brilliant race last year. What, I wonder, will it have in store for us this season? Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long straight are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. They haven't had any retirements in the last 5 races. What do you think that says about the reliability of their car? I think they can be fairly pleased with that record so far. The first thing any good car needs is a solid, reliable base with which to build on, and they seem to have that this season. Naar de grid voor de Grote Prijs van Frankrijk. Met Weber op pole position, daarachter onszelf op plek 2. Verstappen naar 3 en Vettel 4. Beetje te de teleurstelling van de Ferrari-coureur. Giovinazzi 5, Leclerc 6. Bottas en Hamilton 7, 8. Heel teleurstellend. Hülkenberg 9 en Russell top 10. Knap gedaan. Perez 11, Gasly 12, Stroll 13, Butler 14, Magnus 15, Raikkonen 16, Grosjean 17, Sainz 18, Albon 19 en Ricciardo sluit zijn plek af op plek 20. Nou, we zijn dus aanland bij de auto. Let's see if we can do even better. Nou, Jeff zegt, nou, we zijn dus hoger gekwalificeerd dan we dat verwachten. Laten we dus ook waarmaken of we nog wat plekken omhoog kunnen gaan werken. We gaan het ook laten zien in de career mode voor de Grand Prix van Frankrijk. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En het is al gelijk een niet zo lekker start van ons, want Verstappen is beter weg. En we knijpen hem daar af, maar hij zit er nog aan de buitenkant. Verstappen laat hem niet staan. Onszelf nog steeds na P2, Weber na P1, heeft de leiding in handen nog steeds. We gaan nu druk proberen uit te voeren naar de Duitser. Dat gaan we dus nu doen. Hier een wat bochtiger gedeelte waar onze auto niet zo lekker loopt. En dan kunnen we hier nu toeslaan op het lange rechte. Kijk maar eens hoe dicht we bij de auto van Lucas Weber komen. Dat is ontzettend dicht. Hier dan misschien slipstream pakken. En dan gelijk de aanval openen op de Duitser. Ja hoor, we slaan al gelijk toe in de openingsronde. Weber is een sitting duck. En we remmen hem uit. Maar Weber remt laat. En het is gelukkig de leiding veroverd. Zo doen we dat dus. Inmiddels ronde nummer 2. We zetten zelfs race onder nummer 38-4. Weber, het gat is denk ik 3/10 als ik het even goed aan mijn hoofd zeg. Ik weet het niet zeker. Vettel naar 3 gegaan. Is Verstappen voorbij gegaan op het lange rechte stuk volgens mij. Dan moeten we het hoofd koel zien te houden nu. Deze paar ronden. Het zijn er nog 11 hoor. Er kan van alles gaan gebeuren. Paardje sector 1. Dat is goed. Gat naar Weber. Is 18e geworden. Ja, want wij lopen hieruit. Op dit lange rechte stuk. En de Williams komt nu weer terug. In het bochtige stuk. Daar gaat het helemaal niet goed op. Dit is ronde nummer 5. We krijgen te horen dat we naar binnen gaan. Oh, we schieten daar met een klein beetje door. Vettel keek daar wel even. Oh, het is groen. Het is groen. Iemand is uitgevallen. Volgens mij. Denk ik. Ja, Lance Stroll. En we gaan dus nu naar binnen. Oh, virtual safety car deployed. Nou, dat wordt leuk dus. We moeten dus de speed gaan vertragen. Anders krijgen we een penalty. Dat willen we dus niet. Dat willen we dus niet. De Delta is nu weer in het groen. Vettel en Weber sluiten wat aan. Wanneer gaat die virtual safety car weg? Wanneer gaat die virtual safety car weg? Dat is dus mijn vraag. Hij zit wel erg lang. De pace moeten we dus wat gaan verminderen. Die hebben we dus ook verminderd. Nou, box this lap. Eindelijk die VSC. VSC ending. Wait for green.
Wanneer kunnen we? VSC ending. We're nu kunnen we dus. Maintain positive delta. Oh, en dat heeft wat nadelige gevolgen. Een spin en dan raken Sebastian Vettel. En Weber heeft de, handen, heeft de leiding in de handen gekregen. Bottas, we boppen daar even met de fin. Het was daar geel. Dus hij mocht niet inhalen. Weber heeft dus de leiding nu in handen. We gaan dus nu naar binnen. Goed remmen. Ja, goed geremd. Weber heeft deze in handen dus. Een cadeautje. Want ik was even van de baan geschoten. En we hebben Vettel ook geraakt. Ik hoor een raar geluid. Een zoemend geluid ongeveer. Sirene-achtig, maar dat geeft niks. Een goede stop, boys. Ja, 2.1. Maar die van Weber is ook oké. Dus helaas geen gevolgen voor ons en Weber. Jammer, want ik had misschien graag gezien dat Weber moest stoppen voor ons. Ja, laatste pitstop dus gemaakt. Inmiddels moeten wij dus achtervolgens gaan inzetten op Lucas Weber. Om de leiding weer te heroveren. En ik ben benieuwd. Want de Williams is erg snel hoor. Vergis je daar niet in. Ja, en onze hoop is nu gewoon gevestigd op de langere stukken. Daar is onze hoop nu op gevestigd. 17e verschil met Weber. Hier in de DRS-zone. Lukt dat ons? We klimmen in. We klimmen in. We lopen in. Ja hoor, we zijn er voorbij. Maar we blokkeren wat banden en we moeten deze sluiproute gaan nemen. En dat kost ons tijd. En Weber heeft nu een gaatje naar ons. En dit was niet slim. Ja, bijna een seconde naar Weber. Maar kijk eens aan, we zitten weer aan de staart van Lucas Weber. Aan de buitenkant dit keer. Nu doe ik het slim. En hier rustig inremmen. En zo heroveren. P5 van ons oud F2 teammaatje Lucas Weber. Ronde nummer 7. De rest moet nog naar binnen. Dus dat betekent dat wij dus nu de handen, de leiding in handen krijgen. Ja, de handen in handen krijgen, dat helpt niet. Maar goed, paarse sector 2. Uitstekend. Het is wat bewolkter gaan worden. Ronde nummer 10 inmiddels. De wedstrijd zit er alweer bijna op. En Weber dreigt. Lucas Weber dreigt voor de overwinning. Leclerc kan denk ik niet aanvallen, maar je weet het maar nooit. Ronde nummer 11. Nog 3 ronden te gaan. Inclusief deze dus. Gaat naar Weber is 15e. Gaat naar Leclerc is 2 seconden. Of 2.8. Ik zie wat druppels op het scherm. Het regent. Het is gaan regenen hier in Paul Ricard. Dat heeft wat een lelijke gevolgen dus voor onze wedstrijd. Want wij zijn niet zo goed in de regen. Had je maar wat koers moeten zien. Dat was een grote chaos. 10 minuten meer regen. Droge banden zijn dus nu optimaal. Of zijn gewoon perfect voor deze condities, zegt Jeff. En dus moeten we nu het hoofd koel zien te houden. Deze bocht nemen we goed. Geen moment overstuur voor dit moment. Gaat naar Weber is 14e. Dus Weber zet de druk dus op ons. Als het zo eindigt, leiden we dus het kampioenschap met een hele ruime voorsprong volgens mij. Hier rustig aandoen. Oh, we schieten al een klein beetje door. En Weber ziet hier zijn kans. Maar die kon hij niet slagen, want wij gooiden de deur daar gelijk dicht. En het is nu wat gevaarlijker aan het worden. Oh, blokkerende banden. Een beetje wielspin volgens mij. Maar het is niet erg. Ronde nummer 12. Nog 2 ronden. Gat naar Weber is nu inmiddels 16e geworden. Dat was eerst 18e. Middels ronde nummer 13. Laatste ronde loopt. En kijk eens naar de baan. Het regent hier gewoon. En we hebben daar een klein momentje overstuur. Charles Leclerc is inmiddels ook aangesloten. En dit wordt nog een spannend einde. Net als in Spanje. We blokkeren een klein beetje. Is niet erg. Is niet erg. Moment overstuur. Hier de bocht goed nemen. Ja, we worstelen gewoon met de auto.
Ga naar Weberis 2, die gaat naar Leclerc 3, die daarom. Wow, ik dacht even dat we daar een moment overstuur hadden, maar nee dus. Ja, klein beetje met overstuur. Weber zit eraan te komen. Leclerc zit eraan te komen. Weber blokkeren we. En Leclerc komt nergens naartoe, maar Weber gaat gewoon via de buitenlijn. Blokkerende banden. Maar we weten het lijkt nog steeds goed te verdedigen. Maar dat Weber geen track limits daarvoor kreeg, is mijn raadsel. Dat is mijn raadsel. Vijftiende naar Weber. Voorzichtig aan doen hier. Het hoofd koel zien te houden. Net als in Spanje. Leclerc dus naar een podium. Super resultaat voor de Monegasque. En deze bochten nog alleen maar overleven. Ja, overleven zeg ik. Ja, we hebben daar een klein momentje hoor. En Weber zet gewoon de druk vol bij ons op de ketel. Nog een paar bochten. Hij kan hier nog een aanval wagen, hè? De lijn verdedigen we goed. Ja, we hebben de grote prijs overleefd. En wij winnen dus de grote prijs van Spanje. En we nemen weer een voorsprong in het WK. That's a race win and your second race win in a row. Fantastic job. A great win then for the Alfa Romeo team today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Looks like they're on their way out to the podium now, and what a result this is! And a popular one with the crowd as well. Great stuff to see the Alfa Romeo team on top here today. En after this round of the World Championship, de uitslag Weber is dus niet eerst geworden. Wij pakken de plek van Lucas Weber. Weber is er 2 en Alexander Leclerc naar die Hulkenberg pakt de eerste punten voor Alfa Romeo. En ja, en wij verstevigen onze positie in het klassement. En dan gaan we nu gewoon door naar de interview met Claire. Good day today. Let's have your take on it. You must be thrilled to be up on the podium. Ja. Ik ben zeker blij met het podium en vooral met de overwinning. Het was een intense battle met Lucas Weber. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Ja, mijn team is thrilled. En ja, zij bouwen gewoon de auto en ik doe gewoon het werk. You had a pretty close finish with Lucas. What's it like racing a former team? Nou, ik heb het gezien in de vorige race en daar kwamen we best wel dicht bij elkaar. Dus ik vond het leuk. You and Lucas seem to enjoy yourselves up on the podium ja, today. Ja, dat klopt. Zeker waar. Ik hoop dat we dit nog vaker kunnen gaan meemaken in onze carrière. Appreciate your okay. time. Doei Claire. Tot aan in Oostenrijk. De resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Max Verstappen. We winnen ten opzichte van Nico Hülkenberg. Dus ja. Hopelijk dat we die in Oostenrijk wat meer uit kunnen breiden. De resource points zijn er gewoon okay eigenlijk. Team gold is wel behaald zie ik. Hoppa, 991 in totaal en 554 overall. Nou, upgrades in Oostenrijk zou ik dus zeggen. Dus ja. Team gold wat ik dus net zei is dus behaald. De reputatie is gewoon gelijk gelegen bij de teams. Dus ja, niks te klagen zou ik dus zeggen bij de teams. Klimmen naar een veteran en een sportsmanship toe. Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought ja. it home. Dankjewel Jeff. Dat waardeer ik. Ik zie dat er een contract voor mij klaar staat.
vijfde en eerste. Ik kan gewoon deze gewoon gaan accepteren, want ja, wat moet ik anders? Ja, level 3 doen maar, we gaan gewoon alles upgraden. Vijfde en vijfde, dan vind ik het goed. Race, ja, mag wel vijfde worden. Nou, dan teken ik dus het contract. Eerste driver, want ik wil geen tweede driver zijn. Nou, contract is getekend. En dat betekent dus ook het einde van deze aflevering. Dit was dus 4 mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het dan gewoon met een like. En wil je meer afleveringen zien of wat je vindt, dat je niet screen moet, druk gewoon op de abonneerknop. En schakel lekker bij dat je alles eindigt en enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan er moet worden voor als je genoten van deze video. Doe het dan gewoon in de comments. Spam de comments gewoon vol. Volg me even op social media. Links in de beschrijving. Instagram, Twitter en Facebook. En zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij VN 2019 Greenwood. Gaan we verder in Oostenrijk.